en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Eindelijk weer een video met Ro. En we hebben echt een hele leuke video. Jij hebt het eigenlijk bedacht. Ja. En wij hebben hier een hele tas vol met Amerikaanse snoep. Dit gaan we voor jullie proeven. Jullie hebben wat vragen ingestuurd die we gaan beantwoorden. En we gaan denk ik vooral gewoon hebben over al het eten wat hierin zit. Ja. En ik heb dit echt nog nooit gedaan. Ik ook niet. Ik heb, ja, ik zie het wel eens bij jou meer, maar dan denk ik van ja, waarom, ja, ja. Ik ken het niet, dus ik ga het ook niet doen. Maar ik ben wel heel benieuwd. Het enige wat ik wel vaak eet is Reese's. Dat komt wel uit. Ja, ik dus ook niet. Nee, ik wel is zo lekker. Maar heel lang geleden. Er zitten dus ook hete dingen bij. Dus ik heb eventjes wat water voor ons gepakt. Want ik ben dus wel vergeten om Amerikaans drinken te halen. Maar ik denk dat dat niet veel moeite is. Dan wordt het wel heel veel, denk ik. Ja. Gaan we eerst alles laten zien wat we hebben? Of zien ze het gewoon als we het eruit pakken? Laten we zien gewoon naden. Ja. Als we het pakken? Ja, ja, oké. Pak jij maar het eerste. Oké, Ik heb ook nog niet gegeten. We gaan meteen heftig. Met sour. Sour patch. Patch. Wat zit er in mijn zakje? Oh, wacht. Volgens mij is het dus echt heel zuur. Ja. Ja, ik kan daar wel tegen. Ik vind dat wel lekker. Ja, ik vind de massa en zo vind ik ook lekker. Ik hou dus bijvoorbeeld niet echt van jelly beans of zo. Als er niet echt een smaak aan, zit. Ik weet niet of ik er twee durf te genieten. Oh, valt het wel. Het smaakt heel erg. Ja, dat wel. Oh, ik vind het niet heel zuur. Klopt niet. Ze zijn allemaal ja, of wel rood. Dat is misschien... Ik denk dat deze heel erg is geel. Ja? Ik vind die echt geel. Oké. Het blokt heel erg. Ja. Oh, deze is heel geel. Deze vind ik niet lekker. Probeer ik. Oh. Dat vind ik ook geen lekkere smaak. Maar ik vind jij wel lekker. Echt? Dan kleurt jij blauw. Ja. Ze zijn niet heel zuur. Ik vind het minder zuur dan de zure mat. Ja, ik ook. Ik dacht echt dat het heel zuur zou zijn. Oh, maar het is sour sweet, dus het is misschien zuur... Zuur en zoet. Zuur en zoet. Kijk. Oké. Maar we moeten natuurlijk niet te veel van alles nemen, want nee, anders zit het heel zo vol. Oké, wat okay. Gaan we het ook cijfers geven of sterren? Ja, oké. We doen 1 tot 5 sterren. Oké. Deze doe ik 2. Ik ook, want ik vind hem niet heel bijzonder. Nee. Ik zou hem niet kopen. Nee, toch? Nee. Ik wil het drinken. Ja? Ik dacht dat deze echt heftig zou zijn. Ik dacht ook dat deze best wel zuur zou zijn. Maar goed, oké. Okay. Oké. Okay. Zou ik gewoon grappig? Ja. Is dit? Oh, Twix. Twix met cookies en cream. Oeh. Okay. We moeten niet naar de calorieën kijken. Kijk, wat dan? 200. 3, ja? 2, 1. Het is een beetje hard. Een beetje droog. Mm-hmm. Het is eigenlijk, kijk, het ziet er zo uit. Ik weet helemaal niet of mensen dit kunnen zien. Maar hierboven zit dus een beetje dat wit en daaronder zit dat koek. Maar het is wel een lekkere smaak, maar het is een beetje droog en hard inderdaad. Ja, hè? Normaal plakt dit natuurlijk helemaal zo mee, omdat het fix is. Ja. Ja. Het is wel prima, maar ja. Het is niet ik zou niet 200 calorieën ervoor hebben. Nee, ik ook niet. Het is niet de calorieën waar. Niet dat het mij een calorieën uitmaakt hoor, maar nee, ik vind het niet echt heel bijzonder. Ik kan dit ook een 2 denk ik. Ik ook niet. Ik ook een 2. Ja toch? Ja. Ik hoop dat we nog een 5 gaan halen. Ik hoop het ook echt iets dat we gewoon uit zo'n zo willen halen. Ik denk chips of zo. Ja, ik ben er ook wel benieuwd naar. Ik hou meer van chips denk ik. Okay. Op een gegeven moment had ik ook heel veel chocolamannen en ze dachten van ik wil eigenlijk ook chips. Ja. Weer iets met chocola. Een soort van koekje met chocola. Ja, een soort kussentjes of zo lijken het wel. Hoe heet het? Hello Panda. Panda. Zal ik een vraag erbij pakken ertussen? Ja, ik zeg het ook. Even kijken. Ik ben heel benieuwd of dit hier eigenlijk ziet. Oh, ik ben benieuwd naar vragen. Ik zat echt te denken, ja, wat zouden mensen naar vragen gaan denken? En aan jou. Het lijkt ook een zoutje. Ja. Het lijkt echt op een zoutje. Oh, ik denk dat dit wel lekker is. Okay. Ja. Proef zout en zoet. Ja. Maar dit vind ik wel lekker. Dit vind ik ook wel lekker. Maar ik dacht eigenlijk dat het echt heel zacht was van binnen. Mm-hmm. Echt zo soort Nutella-achtig was. Wat zijn jullie favoriete ongesteldheid cravings? Dus wat eet je als je ongesteld bent? Dat is wel een toepasselijke vraag. Ja. Wat eet Ja, sowieso echt chocola. Ik ben dan echt gek op chocola, ja. En ik hou vooral echt heel veel van koekjes met chocola. Ja, ja. Ja, dit. Ja, zulke dingen. Zeg maar echt een losse chocoladereep niet echt. Nee. Maar koekjes, ik vind die
Chocomelis, heel lekker. Ken je die? Dat zijn van die soort van lange koekjes met chocolade overheen. Nee. Dat vind ik heel lekker. Dat. Ik weet het niet echt eigenlijk. Ik denk vooral chips. Ja? Ik eet heel veel chips. Als je ongesteld bent. Ja. Ik heb nooit sowieso echt met chocola of zo. Oh ja, ik wel. Want daarom heb ik ook altijd, als ik ongesteld ben, dan heb ik echt best wel veel pukkels ineens. Maar dat komt door chocola. Ja, gewoon van alles bij elkaar. Nee, ik denk dat ik gewoon... Ik eet sowieso, als ik ongesteld ben, eet ik heel veel van één ding. Mm-hmm. Dus niet dat ik één koekje eet of zo. Oké. Ja, ik wist dus niet wat dit was. Maar ik dacht, ik neem het gewoon mee. Lijkt wel zout of zo. Ja, ik dacht, misschien zit er een soort van jelly in of zo. Het heet Toxic Waste. Kijk. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Moet je het niet zo omhoog duwen? Oh, ja, wat is dit? Oh, dit zijn snoepjes, denk ik. Pineapple passievrucht. Oh, ik heb raspberry lemon. Oké, ja, dat is leuk. Dan doen we allebei een ander. Dit is gewoon een snoepje. Oh, dat lijkt wel van die... Van die keelsnoepjes. Ja. Gadver. Nee. Maar ik wil afvoegen. Nou, jij moet deze echt een keer doen. Oké. Okay. Wat? Zou ik even niet een bakje vragen? Dit is echt wel vreselijk. Gadver. Je moet deze echt proberen. Oké, dan moet jij die ook. Ja. Zou ik er nog meer smaken? Zo, dit was vies. Oh, nog meer. We gaan het wel doen. Ja. Of zijn het echt allemaal andere? Nee, dat denk ik niet. Ja, dit is wat deel voor mij. Welke was voor jou? Nee, die is weer anders. Twee andere nog. Dan doen we op het eind nog een keer, oké? Deze had ik net. Okay. Dit is echt zo vies. Nou, ik denk dat je die nog erg... Ik krijg gewoon pijn aan mijn buik hiervan. Ik weet gewoon wat jij hier gaat eten. Oké, 3, 2, 1. Oh, dit vind ik echt heel vies. Die is erger, hè? Ja. Hij is heel zuur. Nee, dit zou ik echt heel aanraden. Oh. Dat geef ik echt een dikke 1. Nou, ik weet het. Ik vond het gewoon een min 10. Maar dit is wel echt zuur. Maar dit vind ik niet lekker zuur. Nee, maar dit noem ik wel zuur, dat andere niet. Ja. Maar misschien maar dit dat het daarom in zo'n container zit. Zo van, oh, weet je het ook? Toxic waste. Toxic, wat betekent dat ook weer? Dat het niet klopt allemaal, toch? Bijvoorbeeld... Toxic, maar ik heb echt geen idee. Dat is omdat je, bijvoorbeeld als je een toxische relatie hebt, dat... Niet, dat het niet dat het niet helemaal zuiver is. Ja, in ieder geval, waste is afval. Oh. Gaan we die andere kiesje doen? Ja. Ik heb hier de twee blauwe. En jij hebt ook paars. Deze ook toch? Nog, hè? Oh nee, die oranje moeten we doen. Blauw hebben we ook nog niet op. Nee, hier. Dus dan moeten we allebei een oranje en een blauwe. Dan hebben we ze wel. En deze ook niet. Heb je die? Dat was toch die van jou net? Nee, dat was roze. Oh my god, dan moeten we er nog 3. Gadver. Maar volgens mij proeft het wel allemaal een beetje hetzelfde. Ja, we doen het gewoon. We zijn helemaal missen, hè? Welke ga jij doen? Deze. Oké, dan doe ik die ook. Ga ik die open? Grapefruit, denk ik, en aardbei. Oké. Okay. Dit lijkt me dus heel vies. Dit is banaan. Oh ja. Banaan in de soep. Ja, dit, ik hou echt niet van oranje. Hou je van oranje? Nee, ik hou niet van orange. Vind ik zo vies? Oké. Okay. Oké, 3, 2, 1. Nee, oh. Zo zuur. Zullen we er zo meteen op één? Nee, die mag in je mond. Oké, okay, ik ga er proberen op te bijten. Oh mijn god, deze vind ik het ergste denk ik van qua zuur. Oh nee. Oh. Dit vind ik echt, echt heel vies. Ik denk dat dit echt het vieste snoepje is. Oh, ja, wel oprecht. Heb je het ja. Waarom? Ik wilde erbij, er zat hier zoveel stukjes in mijn mond. Gadver. Hoe kan jij dat? Oh. Eww. Die smaak zit nu in mijn kiezen. Ik had ook net koffie gedronken. Dus ik had net toen ik thuis was nog even mijn tanden gepoetst. Want ik vind het zo vies. Ja. Maar daardoor is het nog zuurder. Nog heftiger. Welke doe jij? Blauw? Ja. Oh, ik heb zo geen zin in die oranje.
Dit ziet er echt heel chemisch uit. Ik heb ook geen nagel. Dus ik kan dit niet. Moet ik het ook doen? Dank u. Oké, 3, 2, 1. Ah! Ik ben deze ergens. Ah! Godver! Maar die smaak! Oh. Dit vind ik echt heel vies. Ik vind het nog erger dan de Bean Basil Challenge. Ja? Ja. Nee, dat niet. Ik vind het zo zuur en die smaak is ook zo vies. Nee, ik kan dit echt niet aan. Nog eentje. Eigenlijk moet je dit mee als je uitgaat. Ja. Als mensen dan zeggen, wil je een snoepje? Ja. Zit er nog meer in of is het nu helemaal op? Nee, zit nog niet. Ja, dat moet je echt doen. Je hebt hier ook heel weinig, toch? Ja. Daar heb ik echt geen zin in. Jezus. Kom hier. Ik heb er zin in. Ik dacht, dan zijn we er maar vanaf. Oké, okay, ja. En... Mm. Ik vind deze dus nog wel lekker. Maar leg hem eens op je tong. Hoe zijn dat dan? Oh. Ik kijk echt naar beneden, want als mensen mij gezicht Oh nee. Vies. Ik ben blij dat we water hebben. Nee, ik koop dit niet. Tenminste. Ik zou dit 0 sterren geven. Uh-huh. Van de 5 geven we dit. 0 sterren. Ja, als je echt van zuur houdt, dan misschien wel. Maar dit is gewoon... Ik kan het normaal gesproken tegen, maar ik vind dit echt heel zuur. Maar ik vind het gewoon... Het heeft ook een vieze nasmaak. Mm. Het is gewoon echt alsof je letterlijk afval aan het eten. Ja. Nee, jij bent. Was ik? Ja. Yeah. Nee, we gaan even zo'n chip. Even tussendoor. Ja, deze is dus echt best wel bekend. Ja. Oh, kijk, je hebt ook blauwe. Oh ja. Okay, maar dit is met limoen en rode peper. Oh ja. Ik kan dus heel slecht tegen dit eten. Echt? Ja. Maar daar kan ik ook wel tegen. Weet je die zwarte zout met dat rode? Ja. Daar kan ik al niet tegen. Oh echt? Ik denk dat deze wel heftiger is. Okay. Oh, je ruikt het ook al. Ik ga het laten zien. Oh my god, het ruikt naar Doritos. Ja. Ik weet niet of je het kunt zien, maar het is delen. Heel veel mensen vinden deze dus gewoon lekker om te eten. Ik ben benieuwd. Ja? Oh, dit is echt heel pittig. En zuur. Ja, door die limoen denk ik. Oh, wat erg. Oh, dit is wel heel heftig, maar toch zou ik het wel door eten. Echt? Ik ga deze wel opeten. Maar het is echt heel heftig qua... Opeens heb je gewoon heel zuur, maar ook echt heel pittig. Zo. Nee, ik vind dit echt niet lekker. Hoe kunnen mensen... Ik dacht echt dat het heel lekker was, hè? Ik ook... Ik maar het is gewoon... Verheugen. Ja, ik ook. Maar het is gewoon echt dat het zo zuur en pittig tegelijk is. Ja. Oké, wat voor cijfer zou je dit geven? Het ruikt wel echt lekker. Ja, ik vind het op zich niet per se vies, maar wel heel heftig. Ik zou denk ik een 2 geven. Een 2? Ook weer. Ja, na 3. Want kijk, als mensen pittig en zuur lekker vinden, dan is het wel lekker. Ja, oké. Okay. Het is wel leuk bedacht. Ja. Maar ik geef dit een 1. Ik kan hier echt niet tegen. Nee, ik eigenlijk ook. Oh, ik vind het echt... Ik had er veel meer van verwacht. Ik ook. Ik dacht echt dat dit lekker zou zijn. Wanneer krijgen we nou iets wat we wat echt lekker vinden? Ja, ik ben blij met dat we water. Zullen we deze proberen? Ja. Dit zijn dus goldfish. En er zit dus cheddar kaas in. Ik ben echt heel benieuwd. Bij dat TikTok-account zag ik dit. En toen dacht ik echt van... Dat zou ik nou echt nooit nemen. Nooit. Nou, ik zag het in de winkel en toen dacht ik... Ja, het is ook wel een beetje gekke dingen. Ja, ja, dat ook. Hou je van kaas? Ja, op zich wel. En van cheddar? Ja, ook wel. Ik zie het niet. Het ziet er heel hoezo heet het goldfish? Ja, ben bang dat er vis in zit. Ja! Ik dacht dat het iets met vis was. Er zit anchovies in. Daarom namen wij nooit meer die salade. Ik durf die echt niet meer te eten. Wat was dat nou? Die Caesar salad. Oh ja, dat waren we altijd in de pauze van school. En toen zei ik één keer van, er zit anchovies in, hè? En toen durfde ik het niet. Oké. Okay. Maar er één zit? Ja. Maar zou er kaas in zitten? Ik denk het niet, hoor. Oh, dit is gewoon prima. Je droog eigenlijk.
Weet je waar we dit aan doen denken? Vroeger had je toch zo'n bakje met allemaal zoutjes. Ja. Daar zaten ook van dit soort dingen in. Ja, gewoon van die... Oh, ja, gewoon die vis voor of zo. Gewoon van die borreldingen. Ja. Dat is ook wel lekker. Maar dit is gemaakt met 100% cheddar kaas. Dat vind ik nou weer niet heel erg. Nee. Maar cheddar. Alleen een beetje de nasmaak. Ja. Het is wel een beetje droog. Dit vind ik op zich wel lekker. Ik zou dit een... 3. Ja, een 3. Het is gewoon... niet dat ik echt denk van wow. Het is gewoon normaal. Het is niet als wij bijvoorbeeld film gaan kijken dat ik zou zeggen, zou ik dit lekker halen? Nee. Misschien als je het ergens in dipt. Ja. In een sausje of zo. In salsa dip. Ja, kan. Ja. Oké, dit geven we 3? Ja, een 3. Oké, jij bent. Gaan we Oh, wacht, zal ik even vragen? Oh ja. Wacht, ik ga er even één vragen. Waar kun je echt een hele zak van opeten? Van wat voor soort snoep of eten? Oh, kinderchocola. Oh, dat vind ik zo lekker. Maar dan die repen? Ja, gewoon die kleintjes, zeg maar. Nee, gewoon echt die kleine kinderchocolaatjes. Gewoon die reepjes. Ja, ik zou dat ook zo lekker. Nee, ik kan het echt eten. To en ik, die doen eigenlijk altijd als we iets van... Bijvoorbeeld gisteren ook een serie kijken. Dan doen we chocola en chips. En dat eten we gewoon allebei op. Volgens mij zitten er 16 in zo'n bakje. Ja. En we eten dan allebei af. Ja, echt. Echt eigenlijk bizar. Maar ik vind het zo lekker. Maar ik heb dat dus echt meer met chips. Bijvoorbeeld Doritos chips vind ik heel lekker. Maar ook gewoon... Ja, mensen vinden dat raar, maar naturel chips ribbel en dan in ketchup dopen en eten. Oh, ik ook nog nooit. Oh, maar ik vind het ook wel lekker om chips inderdaad ergens in te dopen. Ja. Ik vind nachos echt heel lekker, omdat je dan lekker in die salsa dip en ook, zo. Ja. Oh. Of die avocado ding. Oh ja, guacamole. Dit zijn pokkie. Pokkies. Ja, ik denk dat dit een soort van die domino's zijn. Vind je dat? Nee. Je hebt van die domino's, daar lijkt het eigenlijk. Oh my god. Ja, dit is gewoon echt precies hetzelfde. Kijk, dit ga ik lekker vinden, denk ik. Lijkt een beetje op een sigaar. Dat nee. Oké. Okay. Ja? Nou, ik vind die domino's lekker. Het proeft een beetje naar chocolade dat al heel lang in de kast staat. Beetje suffe chocolade. Ja. Nou, ik vind dit niet heel boeiend. Ja, ik zou dit wel gewoon opeten, maar... Ik vind het wel leuk dat het zo is of zo, dat je het zo kan eten. Ja, het is wel makkelijk meenemen ook of zo, maar ik weet niet. Het is rare chocola. Ja, hè? Ik denk dat het ook pure chocola is misschien. Maar dat vind ik niet eens erg, maar het is gewoon raar. Ik zou dit een 2 geven. Ik ook. Ik wil echt even iets een 5 geven. Ook. Ja, misschien die. Oh, maar dat gaat ook echt erg. Oké, next. En door. Of nou, we gaan deze doen. Ik heb dit dus ooit op TikTok gezien, dat bij echt jonge mensen dat dit helemaal een hype is. Ik weet even niet hoe het heet. Jelly straws. Kijk, het zijn dus van die, ja, van die jelly stokjes. En dat schijnt, dat moet je dan openmaken en moet je daar dus aan zuigen en dan schiet het dus in één keer in je mond. Oh dus, god, ik ben echt weer zo iemand wat keer wil, ja. Geef mij maar roos. Zou je dit met een schaar open moeten maken? Oh, wacht zo. Huh? Oh, hier staat een dingetje. Ja, hier toch? Ja. Is het boven of niet? Oh, laat het zien. Okay. Dus het lijkt echt op zo'n toetje, weet je wel. Ja, zo'n jelly pudding. Ja. Lukt het? Ja. Huh? Nee. Even aan de andere kant ook. Oeh, ja, zie. Oh my god, moet je dit nou in mijn mond doen? Ja. Eeuw, dat is heel raar. Je moet er wel zuigen. Maakt een beetje naar jam of zo. Ik vind het zo'n rare structuur. Het is heel apart. Oh, dat is wat. Ik weet niet wat ik hiervan vind. Ik denk dat als je dit vaker eet, dat het dan wel lekker kan zijn. Maar het is gewoon heel raar even. Maar ben jij er of zit je het gelijk door? Bijt. En het gewoon viezig of zo, dat het zo slijmerig is. Ja. Ik wel slot. Heb jij wel eens die toetjes gegeten, die soort van jelly toetjes? Nee. Ik ook niet, want dat vind ik gewoon raar. Ik vind pudding vind ik dus ook niet lekker, omdat het zo jelly is. Ja, daar hou ik dan wel van. Ja, ik vind het niet vies. Maar ik zou het niet... Nee, ik zou niet zeggen van nou, ik ga dit lekker even dadelijk allemaal opeten. Ik denk dat dit appel is of zo. Wil je die ook proberen? Ja, gaan we dit proberen? Ja. Welke kleur wil je? Maakt niet uit, nu mag jij kiezen. Ik ben nu wel appelen. Nee, trouwens, jij vindt citroen niet lekker of wel? Jawel. Okay. Alleen eigenlijk niet. Orange en zo niet zo erg. Eeuw!
Het valt zo bij. Dan moet je in zo'n doos. Dit lijkt echt snot, want deze is ook groen. Ja, eeuw. Okay. Ja, ik vind dit echt steeds minder lekker worden. Hoe meer we dit eten. Ik vind dit heel apart. Maar dit is dus echt een hele TikTok. Hier zit deze smaak aan. Echt niet. Weet je waar het maakt? Hier zit gewoon geen smaak aan. Dit doet me echt denken aan die ijsjes die je in de vriezer moet leggen. Ja. Nee. Nee, ik ga nu weg. Ja. Klaar. Ik vind het echt steeds minder lekker worden. Ik ook. Oké. Oh, de vijf. Oh, hier ben ik heel erg blij. Ja, ik ook. Dit zijn cookie dough of zo. Ja. Toch? Cookie dough bites. Birthday cake. Oké. Okay. Ik zag een balletje zeker. Ja. Oh, dit is leuk. Heel leuk. Ik denk dat dit wel lekker is. Ik denk het zo. Maar ja, ik dacht ook bij die chips. Ik dacht dat bijna bij alles. Oké. Okay. Kijk. Ik hoop eigenlijk dat die heel tijd scherp is. Volgens mij is het echt wel lekker hoor. Oké, okay, cheers. Oh, ik vind het heel lekker. Dit proeft echt naar cookie dough qua wat je nu ook los kan kopen, weet je? Ja. Maar weet je waar me dit aan doet denken? Als je cupcakes gaat maken en je gaat de kom uitlikken. Zo lekker vind ik dat. Dit is echt lekker. Oh ja, dit kunnen ze meteen met onze olijven eten. Ja. Maar dit ziet er ook gewoon leuk uit. Oh, dit vind ik echt lekker. Mm-hmm. Ik denk wel dat je heel snel mislukt. Ja. Want daar denk ik een 4 geven. Ja, ik ook. 4,5. Ik heb 4. Dit was wel lekker. Ja. Lekker. Oké. Okay. Wat is jullie favoriete drankje tijdens het uitgaan? Pornstar Martini. Ja? 100%. Ja, ik vind dat zo lekker. Dat ja, oké, van cocktails en echt van sterke drank. Daar hou ik dus niet echt heel erg van. Wat? Ik hou niet echt van mixdrankjes of zo. Nee, echt niet. Als een Martini dan... vind ik ook wel echt lekker. Ja, maar ik hou sowieso meer van cocktails dan van dus mixdranken. Ik denk dat ik dan Malibu Cola of zo zou doen. Ik vind Malibu zo goed. Ja? Omdat naar kokos, weet je. Nou, vroeger toen ik dus 16 was, gingen we dus altijd uit. En ik dacht toen dat Malibu net zoals sours was, net zoals om te shotten. Hmm. Dus ik shotte dat altijd. Dus ik heb er gewoon muziek, als ik dat ruik, dan word ik al helemaal misselijk. Dat vind ik zo vies. Ja, nee, ik heb dat met 43, ik vind dat zo vies. Ja, en vooral dan die witte. Oh, maar ik hou sowieso dan, als ik het al zie, vind ik het al gewoon vies. Ja, ik snap het niet. Ik hou ook niet heel erg van, ik vind dan Baco vind ik wel lekker. Oh, ja. En vroeger dronk ik altijd vodka 7-Up. Omdat dat heel erg zoet was. Bijvoorbeeld iedereen drinkt altijd vodka Red Bull, maar ik doe dus geen Red Bull. Ik vind dat echt heel vies. Dat vind ik wel lekker, maar ik heb dat nog nooit geprobeerd om dan te zeggen dat dat wel heel heftig dat is. Dat staat gelijk aan, aan sterke drugs ofzo, hè. Dat is echt heftig. Ja, maar ik ben sowieso dat beetje, na één drankje is het mij alweer genoeg hoor. Ik ben echt wel goedkoop. Dat is wel echt lekker goedkoop altijd. Nee, maar ik hou echt van cocktails. Ja, ik vind wat is jouw lievelingscocktail? Ook Pornstar Martini. Oh, ja. Ja. Maar ik vind bijvoorbeeld op het strand of zo, vind ik een mojito heel lekker. Mm-hmm. Want dat is heel fris of zo. En als je lekker uit eten bent, vind ik dan een Pornstar Martini weer heel lekker. Heb jij wel eens, wat is het? Je hebt Pornstar Martini en je hebt Espresso Martini. Ja, heb je dat wel eens? Ja, ik vind het wel lekker, maar ik vind Pornstar Martini wel lekker. Je hebt heel erg een koffiesmaak. Want dat is koffie met vanille. Ja, ook. Dat heb ik nog nooit op. Maar ik vind het wel lekker, alleen ik zou eerder Pornstar Martini bestellen. Ja, ik ook. Oké, zou ik weer graag? Ja. Oeh. Ja, dit schijnt dus echt een hele bekende case te zijn. Sponge. Wat zit erin dan? Ja, weet ik dus niet. Cream. Cream filling. Kijk. Okay. Ik vind dit hier niet zo lekker. Lijkt echt alsof ik hou hier helemaal niet van, van cake met cream. Oh, maar het ruikt wel lekker. Oh ja. Echt botercrème. Ja. Oké. Okay. Okay. 3, 2, 1. Hmm. Ik vind het wel lekker. Dat vind ik ook wel lekker. Dit is zo lekker luchtig. Ja. Volgens mij is het echt botercrème. Althans, ik vind het heel lekker eigenlijk. Ik vind het best wel lekker. Ik denk dat ik dit het lekkerste vind. Ja, ik zou dit wel gewoon, als ik in de Jamin sta of zo, zou ik dit wel uit mezelf kopen. Ik ook. Die smaak is ook heel lekker, een beetje vanille smaak of zo. En doe me denken aan van die cakejes uit het buitenland. Mm-hmm. Ja, dat vind ik wel lekker. Dit is echt een 4,5. Ja? Ja, nog net geen 5. Nee, want een beetje droog. Ja, een beetje droog.
En een beetje, het maakt ze wel heel misselijk, denk ik. Ja. Maar het scheelt dat hij niet van chocola is. Ik denk dat het dan nog erger was geweest. Oh, wil je die niet op het eind? Nee hoor. Er komt nog iets heet namelijk. Okay. Is dit ook heet? Oh ja, ik neem het nog. Mensen eten dit ook gewoon uit zichzelf. Ja, maar dit lijkt me ook wel heel lekker. Maar ja, dat is het ook niet anders. Oh, hij ziet er hetzelfde uit qua kleur. Oh, dit gaat niet lekker. Ja. Maar ja. Maar dit zijn gewoon Cheetos toch? Mm-hmm. Ja. 3, 2, 1. Weer hetzelfde als dat. Maar ik vind het wel lekkerder. Oeh, is wel heet. Maar wel precies dezelfde smaak. Alleen dit is niet zo zuur. Het ging eigenlijk heel heet. Maar die vond ik wel heftiger. Ja, dat sowieso. Alleen het is wel dezelfde smaak ofzo. Ja. Je proeft ook een beetje dat lijm erin ofzo. Ja. Ik had laatst deze. Met jalapeno. Oh, dat is ook pittig toch? Maar dat proefde ook precies hetzelfde als dit eigenlijk. Het proeft allemaal een beetje hetzelfde. Ik zou dit wel eten. Ja, ik zou het... Ja, met een glas melk. Ja, ik vind dit ook nog wel lekker. Ja. Ik zou dit een 3 geven ofzo. Ja. Ik 4. Een 4. Maar ik vind hem iets te heet, dus dan een 3. Maar ik vind hem wel echt lekker. Ja. Ja, ik ook. Ik denk als je goed tegen pittig eten kan... Ja, ik kan er wel tegen. Dat vind ik niet heel pittig of zo. Niet? Nee. Nou, ik vond die wel heftiger, die kapties. Deze dus een 3 en een 4. Oh god, we hebben nog 5 dingen. Oeh. Deze is dus zo bekend volgens mij. Althans, ik zag dit vroeger altijd al. Ken je dit? Nerds Road. Ken je Nerds wel? Nee, überhaupt niet. Ja, ik ken het wel, maar ik heb het niet echt vaak gegeten. Zo en ik altijd vroeger altijd. Maar kijk, okay, mijn camera die zat eventjes vol. Dus misschien dat het beeld een beetje anders staat. Maar we gaan nu dus deze proberen. En dat is dus een soort, ja, een soort slier met Nerds eromheen. Maar waar komt de Nerds naar? Is dat zoet? Ja, het is wel zuur. Oké. Okay. Oh, wat ziet dat er grappig uit. Ja, deze dingen ken ik wel. Dit zijn normale nerds. Ja, dat zijn normale nerds. Ja? Ik vind het wel lekker, maar er gebeurt heel veel ofzo. Je neemt echt een hap. Ja. Veel. Zeg maar wat ik bedoel? Ja, maar ik vind het wel heel lekker. Ja. Maar het is inderdaad wel heel veel. Ja. En dat soort van zachte en hard. En dan die balletjes. Mm-hmm. Maar ik vind het wel lekker. Ja, ik ook. 4 denk ik? Ja, ik ook een 4. Ik zou dit ook wel gewoon kopen een keer. Ja, om gewoon lekker los te eten. Als je echt zin hebt in echt snoep of zo. Maar ik zou niet zo'n heel ding in mijn eentje op. Ik ook niet. Dan zou je echt zo'n ding hebben. Jemig! Oh, hier ben ik heel benieuwd naar. Oreo met karamel. Oh. Maar het lijkt dus op drop, vind ik. Vind je niet op drop lijken? Ja. Ja, het lijkt op van dat meer... Dat Engelse. Ja, Engelse drop. Kijk. Dit is hoe het eruit ziet. 3, 2, 1. Ik vind het niet lekker. Ik proefde eerst niks. Ew. Ik vind het echt alsof ik die Engelse drop aan het eten. Maar dan had die oude zo. Ja. En ik vind de Engelse drop ook wel niet lekker. Nee, ik vind het ook niet lekker. Ik vind het echt niet lekker. Ik geef dit echt een 1. Ik vind alleen dat wit een beetje lekker. Ja. Zo van, ik bedoel, dat is dat witte Oreo. Proef wel echt naar dat Oreo. Ja. Maar ik proef ook geen karamel hoor, eigenlijk. Het proeft inderdaad echt naar oude drop. Naar oude Engelse drop. Ja. Nee. Nee. Maar hou jij normaal gesproken heel veel van Oreo? Ja, dat wel. Dat vind ik dus wel lekker. Ik vind het wel lekker, maar niet echt geweldig of zo. Dit geef mij in. Ja, ik kan dus wel echt Oreo gewoon echt... Gewoon schansen. Oh ja. Ik vind dat zo lekker. Oké, okay, we gaan nu... Reese's. Dit eet ik echt zo vaak ook in mijn eentje. Maar deze, gewoon... echt precies deze. Ja, die vind ik echt heerlijk in dit. Dat is toch pindakaas met chocola? Ja, ik ben heel benieuwd. Heb je dit nog nooit gegeten? Nee, die niet. Oeh, het ziet er heel leuk uit. Kan je dit eten? Nee, dat moet je erg gaan. Ja? Ja. Doe je het in eten? Nee, dat nee gewoon mee. Hapjes nemen. Heel dat ding in je bekje schrijven. Ja? Ja,
dit is wel lekker. Vind je dit lekker? Ja. Ik geef dit echt sowieso een 5. Maar dat is gewoon omdat ik het altijd wel eet. Ja, ik hou ook wel van pindakaas. En die pindakaas is ook niet mega overheersend of zo. Mm. Ik ga het echt helemaal opeten. Wil je deze ook? Ik geef denk ik een 4,5. Want ik hou wel hoogst met deze. Ja. Ik hou wel van pindakaas, maar niet zo heel veel of zo. Nee, ja, ik vind het wel veel. Maar wel lekker. Ik heb dit vroeger wel zo gemaakt. Oké. Heb je dat zelf gemaakt? En van die cupcake vorm misschien eerst chocolade erin doen. In de koelkast zodat het hard werkt, deed ik er pindakaas op en dan weer chocolade over en dan weer hard. Maar dat is wel leuk. Oké, okay, we hebben er nog? Ja, we hebben er nog twee. En eentje is heel pittig. Oké. Okay. En eentje is denk ik gewoon lekker. Ja, we gaan we afsluiten? Gaan we met die hele heftige of gaan we met een lekkere? We gaan met de heftige afsluiten. Oké. Okay. Doen we dus lekker. Dus nu deze, toch? Ja. Ja, dit merk is dus heel bekend volgens mij met chocoladereepen. Hershey's? En dit is cookies en cream en het zijn van die pretzels, dus van die... Wel lekker. Oh. Ik doe het wel even zo, dat gaat denk ik ook niet. Hier zijn een dingetje. Waar? Oh ja. Oeh. Het ziet er wel lekker uit. Zo ruikt dan. Het ruikt lekker, maar er is ook geen waar. Eerst dacht ik, oeh, lekker. Daarna dacht ik, ja, gasper. Dankjewel. Kijk. Duidelijk. Een beetje een soort Oreo ook. Ja, het ziet er wel leuk uit. Oké. Okay. Ja? 3, 2, 1. Ik vind het een beetje gek. In mijn hoofd, die pret wordt gewoon met zout of zo. Het heeft een hele rare smaak. Ja. Nee, ik vind dit echt niet zo lekker. Ik zou dit... Ik denk dat ik die pretzels lekkerder vind als er gewoon zout op zit. Een beetje een rare smaak. Ja, hè? Ik zou dit een 2 geven. Het smaakt een beetje hoe het ruikt, vind ik. Vind jij niet? Ja. Lekker, maar ook niet. Ja, ik weet niet. Ik kan er niet echt over uit. Nee, ik ook niet. Ik vind dit een 2. Ik heb een 1,5. Anderhalf. Salty prep. Ja, zie je? Dus je proeft zout en ja, maar dat vind ik gewoon raar. Want dat was net ook met dat met die chips. Dat zuur en pittig. Ja. Ik vind dat gewoon heel raar. Ik wil gewoon alleen zout. Ik heb liever zout of dan zoet. Ja, ik ook. Oké. Okay. Oké, okay, de laatste. De laatste. En deze. Milan heeft deze daar straks dus al geproefd. En hij kan echt goed tegen pittig eten. En hij vond dit echt heftig. Oh, god. Het zijn deze. En het heet Hot... Tempels, tamales of zo. Cinnamon candy. Wat staat er nou nummer 1? Oh, moet je ruiken. Oh. American, nummer 1 American cinnamon candy. Zo. Ik vind dit wel heftig. We moeten het ook eten. Nee, we moeten het maar eten. We gaan het proberen. Oké. Okay. Okay. Ga je er gelijk op kouwen? Ja. Dat is volgens mij zwart. Ja, ik ga wel meteen kouwen eten. Zo. Je proeft echt kameel. In één keer kwam heel heftig die smaak, maar ik vind het niet pittig. Nee, ik eigenlijk ook niet. Mina loopt alsof het echt zo'n eentje. Ja. Ik vind er wel van eentje die niet... Ik vind het echt te zuigen. Hij ging erop zuigen. Oh ja. Ik vind dit ook niet pittig. Ik ben echt benieuwd wat Miel van Lina. Ja. Oh, dit is toch wel lekker. Ja, ik ook. Ik geef het denk ik wel een 4. Ja. Het is wel vast aan mijn tand. Ik ook wel zo. Ik vind het echt een 2,5, 4. Nee, ik vind het ook niet pittig. Het is een beetje. Maar misschien omdat onze tong al zo is aangesloten door die andere dingen. Ja, dat het niet meer pittig is. Wat van alles vond je het lekkerst? Het lijkt me echt veel minder dan wat we eigenlijk hebben gekocht. Maar okay. Waar is die andere zak met chips? Oh, daar. Hier. Vond je deze lekker? Ik denk deze. Oh, die is ook wel lekker. Ja. Of die. Ik vond die chips ook wel echt lekker. Ja. Die zou ik zeg maar zo meteen als we goed zijn gaan kijken om nog wel verder op te eten. Ja, ik ook.
Ja, en deze was... vond ik ook wel lekker, maar jammer van dat, chocola, dat was gewoon raar. Ja. En welke vond je het vies? Deze? Ja, 100%. En daarna deze. Ik vond die ook echt niet lekker. Deze vond ik ook niet lekker. Ja. Okay. Ja, en verder rest was het wel gewoon prima, maar heel veel dingen dacht ik echt van, nou, dit is heel lekker. En dan viel het een beetje tegen. Vooral met deze. Ik dacht dat deze echt lekker... Ja, zou, of zuur zou zijn. Of bijvoorbeeld die. Deze, die waren op zich ook wel lekker, maar gewoon heel basic. Standaard. Ja. Gewoon. Niet echt heel boeiend. Misschien als je dit in de oven schoudert en dan nog cheddarkaas eroverheen. Ja, zoiets. Je kan er denk ik wel wat mee maken. Ja. Ik vond dit wel echt leuk om te doen. Ik ook. Moet een keer de Bean Basmati challenge? Zullen we dat een keer doen? Ja. En dan met dat rondje zo draaien. Ja, dat gaan we doen. Oké, okay, dat gaan we volgende keer. Nou, dit was onze video. We hopen dat jullie het leuk vonden. Als je meer video's met Robin laat zien, laat even leuke ideetjes achter. We hebben dus al een leuk idee voor de Bean Boozle Challenge. Nou, dit was de video. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!